Een maand na de juridische stappen van haar zus, wordt Maria Kare nu ook aangeklaagd door haar broer. Morgan Kare stapte woensdag naar een rechter in New York wegens passages uit de autobiografie van de zangeres. Tekst gaat verder onder advertentie. Volgens Morgan maakt Maria zich in het boek schuldig aan laster. Zij schrijft in The Meaning of Maria Kare onder meer dat Morgan drugs heeft gedeeld en een dronkenlap was, dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan geweldsdelicten en zich inliet met schimmige figuren. Volgens de broer hebben de memoires ertoe geleid dat een filmproject waarbij hij betrokken was ineens de banden met hem verbrak. Hij stelt in de rechtbank papieren dat niemand ooit contact met hem heeft opgenomen over het boek voordat het uit werd gebracht. Begin februari klaagt de oudere zus Alison Kare de zangeres al aan voor laster, omdat Maria in het boek stelt dat haar zus haar in hun jeugd ernstig verwond heeft en dat Alison haar aanmoedigde seks te hebben toen ze jong was. De zus ontkent dat en eist een schadevergoeding van $1,25 miljoen van Maria. Waar broer Morgan op uit is, is nog niet duidelijk. Buzzelets blokkade.